Dit filmpje maak ik om te laten zien hoe je bij een al betaalde cursus je datums kunt aanvullen wanneer je nog lessen te goed hebt. In dit geval ga je weer in je account. Nou, je bekijkt eventjes op welke pagina het account opent. Meestal is dat mijn gegevens. Dan klik je op dashboard en dan zie je welke cursussen of lessen er voor jou ingepland staan. Nou, in dit geval is dat dus een test en de opvoeding en gedrag. Die is nog niet betaald, maar daar kijk ik eventjes niet naar. Je gaat nu de bekijk training aanklikken. En dan opent hij dus die bewuste training. Dan zie je dat er twee datums ingepland staan. Maar jij wil natuurlijk aanvullen, want je hebt recht op 6 lessen. Nou, in dit geval klik je op het pijltje naar beneden. En dan krijg je dus alle datums en tijden die nog beschikbaar zijn. Nou, in dit geval kies ik eventjes voor zaterdag 4 februari. Dan moet ik op het plusje klikken. En dan zie je dat hij hier tevoorschijn komt. Je moet dan ook op opslaan drukken, want anders pakt hij hem niet. Nou, vervolgens gaan we er nog een datum aan vastplakken. We kiezen voor 16 februari. Ik klik op het plusje. Hij wordt hierbij gezet. En vervolgens doe ik weer opslaan. Nou, en zo kun je dus doorgaan totdat je aan je 6 datums zit. Maar zeg je nou, er zijn datums waar ik gewoon niet kan. Ik krijg die 6 lessen nog niet aangevuld. Nou, dan kijk je volgende week nog een keertje verder. In dit geval heb ik nu 6 lessen aangeklikt. En dan zie je ook dat ik niet meer keuzes heb. Omdat ik recht heb op 6 lessen. Wanneer je lessen gaat aanvullen, dan is het belangrijk dat je me nog eventjes een appje stuurt. Gewoon aangeven, ik heb lessen toegevoegd of ik heb lessen ingepland. Want dan kan ik eventjes nakijken of het allemaal klopt. Dus dat is het aanvullen van datums. Succes!